Zo, dag iedereen. Vandaag een filmpje over lenzen, over de keuze van een lens. Het grote voordeel van spiegelreflexcamera's en systeemcamera's is dat je de lens kunt loskoppelen en ten alle tijde een andere lens kunt monteren. Dus je kan naast een investering die je doet in een goede body, kun je ook investeren, en eventueel verspreid over de tijd, investeren in goede lenzen. En die lenzen zijn allemaal uitwisselbaar. Het is zelfs zo als je een Nikon camera koopt, en je koopt daar 20 lenzen voor over 10 jaar en je koopt na die 10 jaar een nieuwe Nikon body, omdat de andere Nikon body gedateerd is, dan kun je die 20 lenzen nog altijd blijven gebruiken. Dus een lens is een investering die je doet en die altijd blijft. Ook tweedehands trouwens kun je heel vaak veel lenzen vinden. Nu, als je naar een lens op zoek bent, dan zijn er een aantal parameters om te beginnen die merkgebonden zijn. Die parameters komen vandaag niet aan bod. Vandaag gaan we spreken over de eigenschappen die van belang zijn voor het kiezen van een lens die bij elk type lens. Dus ongeacht het merk komt die bij elk type lens aan bod. De merkgebonden parameters, om snel een aantal voorbeelden te geven. Je hebt, bij Nikon heb je bijvoorbeeld VR, wat vibration reduction is. Je hebt SVM, wat silent wave motor is. Je hebt, is het een FX of een DX lens, dat is wel een belangrijke parameter, want dat betekent puur dat je hebt lenzen die geoptimaliseerd zijn voor crop factor camera's. Dus bij Nikon is dat DX camera's, terwijl full frame camera's zijn FX camera's. Maar dat betekent, als je een lens hebt die goed werkt op een full frame sensor, dus dan is die tot in de hoeken scherp. Maar als je diezelfde lens hebt die maar voor een kleinere beeldformaat goed moet zijn, dan hoeft die in die hoeken zo scherp niet te zijn. En juist in die hoeken je beeld toch scherp krijgen, is bij een lens, wat een rond oppervlak is bij een lens duur en vraagt heel veel research. Dus dat betekent dat ze lenzen kunnen aanbieden op crop sensors, die eigenlijk voor FX-sensors niet goed genoeg zijn, maar op crop-sensors wel goed genoeg zijn, maar aan een veel goedkoper prijs. Het enige nadeel, dat betekent dat als je nu een DX-camera hebt en je koopt daar 20 crop-lenzen voor, dus DX-lenzen voor, en je stapt dan later over op een FX-camera, full-frame-camera, dan kun je al die lenzen niet meer gebruiken, want als je die dan monteert op je full-frame-camera, dan zie je wel dat die lens in de hoeken niet scherp is. Of niet genoeg licht opbrengt. Nu, naast dus die parameters die merkgebonden zijn, zijn er een aantal parameters. En dan denk ik dat we over twee heel belangrijke parameters kunnen spreken. De ene parameter is de brandpuntsafstand. Dus je kiest een lens met een bepaalde brandpuntsafstand. Tenzij dat je natuurlijk een zoomlens kiest, maar zelf bij een zoomlens kies je een bepaald bereik van brandpuntsafstand. Dus dan kies je eigenlijk voor een aantal brandpuntsafstanden. En je kiest voor een bepaald diafragma, een maximaal diafragma waard. Dat zijn de twee parameters die, als je een lens koopt, van belang zijn. De brandpuntsafstand, dus zoals ik eerder al zei, kies je ofwel voor één vaste brandpuntsafstand, zoals in dit geval de 35 mm van Nikon. Of je kiest voor een zoombereik, dus een bereik van bijvoorbeeld op de zeer populaire 24 tot 70 mm. Wat die lens doet, is eigenlijk gewoon, en intern is dat dan groter en kleiner de lenselementen verplaatsen. Maar op zich, een zoomlens is wel ingewikkelder van constructie. En omdat je dat systeem moet hebben om je lenselementen te verschuiven, worden je lenselementen voor dezelfde voor dezelfde behuizing van je lens, worden die lenselementen allemaal iets kleiner, omdat je ook dat systeem er rond moet voorzien. Dus dan ga je vaker minder lichtsterke lenzen hebben. Of je moet naar heel dure lenzen gaan, waarbij dan bijvoorbeeld die 24-70 mm 2.8 is dus €1500, is een dure lens. Maar is ook een zeer goede lens, is ook zeer scherp. Dus als je naar zoombereik gaat, dan boet je iets in kwaliteit. Tenzij dat je natuurlijk voor die duurdere lenzen gaat. En daarom, als je een bepaald budget voor ogen hebt en je wilt toch betaalbaar zeer scherpe kwaliteitsvolle lenzen hebben, dan is het zeker aan te raden om naar de vaste brandpuntsafstandslenzen te gaan. Nadeel is, je moet je lens van je body halen en opnieuw monteren als je een andere brandpuntsafstand wilt. Ik kan heel goed begrijpen als je als beroepsfotograaf een opdracht maakt voor iemand en je wilt even een foto maken, een groothoek, en dan daarna weer een portret met telebereik,
dan is het zeer ontslachtig om continu te zitten wisselen, dan verlies je tijd. Dus dan kun je veel beter investeren in één goede lens, die dan inderdaad wel een pak duurder is, maar die je kan laten zitten. Vaak kun je, en het Nikon Gamma kun je eigenlijk met het 70, dus de 24-70 en de, je hebt ook nog een 10-24 of 14-24, ook een dure lens. En je hebt aan de andere kant nog 80-200. Je hebt nu ook iets recenter een 70-200 of zo. Dus als je drie zoomlenzen hebt die een pak duurder zijn, okay, dan heb je eigenlijk volledig bereik gekozen. Dan kun je twee bodies met de 24-70 en 70 op de 80-200 eigenlijk continu alle bereik binnen handbereik hebben. Dus alle brandpuntsafstand binnen handbereik hebben. Nu, als je daar niet naar op zoek bent en je koopt vaste brandpuntsafstand lenzen zoals deze 35, dan ga ik eigenlijk kiezen voor groothoek zoals 35 en alles wat daaronder ligt, 24. Dit is bijvoorbeeld een 20mm lens. Ik zal nu en dan naar beneden grijpen omdat ik daar een lens uit de koffer neem. Dit is een 20, dit is een 35, dus groothoek min of meer normaal brandpuntsafstand. Dus hier perfect voor landschappen, architectuur en dergelijke meer. Hier perfect voor eigenlijk candid en dergelijke. Dat is meer wat overeenkomt met het menselijk oog. En dan heb je aan de andere kant nog tele-lenzen. Dan kan ik, dat is een korte telelens van 85mm, de 1.8. Wat is het voordeel van een telelens? Kun je portretten maken. Nu, dan zie je hier zie je eigenlijk al heel goed wat het verschil is tussen, of wat die brandpunt, hoe wordt die brandpuntsafstand bepaald. Dus je monteert je lens op je camera, je hebt hier een sensoroppervlak en het licht wat door je lens komt, wordt op een bepaald brandpunt, dus dat is eigenlijk als je een vergrootglas neemt en je legt dat vergrootglas op een stuk papier, dan kun je dat door op de juiste afstand van papier te houden, kun je dat papier in brand doen vliegen. Dus als je al het licht bundelt op één punt, is de warmte van het licht zodanig krachtig dat dat papier in brand vliegt. En dat is wat met die lenzen ook gebeurt, alleen heb je geen papier natuurlijk. Er is een bepaald punt in die lens wat het brandpuntsafstand heet. Dus dat zit hier ergens. En de afstand tussen dat brandpuntsafstand en uw sensor is eigenlijk wat hier genoteerd staat als die 35mm. Hier is dat 85mm, dus pak dat hier en hier. Dat is al een andere afstand, een grotere afstand. Als je gaat naar lenzen van 200mm, die zijn vaak een pak groter nog. Dus telelenzen zijn ook langer. Zo simpel is het, omdat die afstand tussen het brandpunt en je sensor gewoon groter is. Verder, dus je kiest aan de ene kant een brandpuntsafstand. Aan de andere kant, als je lens kiest, kies je ook een maximale opening. En dat kan ik perfect demonstreren met deze twee lenzen. Het zijn al twee 35mm lenzen, dus dezelfde brandpuntsafstand. Maar deze heeft een maximale opening van 2. Terwijl deze een maximale opening van 1.4 heeft. En dan zie je, kijk, het grote verschil, wat betekent die 2 en die 1.4? Dat is eigenlijk de afstand, de diagonaal van uw maximale opening van uw lens. Dus als ik deze lens nu volledig op diafragma 2 zet, dan zie je, ik zal het aan deze kant tonen, dat is die maximale opening, dat is die 2. Nu, als je die opening groot, dus je kan sowieso niet groter gaan dan 2. Hoe groter dat je gaat, hoe meer licht dat je binnenkrijgt. Dus een lichtsterke lens is ook duurder en zwaarder, omdat er meer glas in zit en het moeilijker is om te produceren. Nu, deze 2 kunnen perfect vergelijken met de 1.4 van die andere 35mm lens. Als ik de doppen er hier even afhaal. Deze lens heeft geen diafragmaring. Dus als bij Nikon, het is nu een Sigma lens, maar bij Nikon zou dat dan betekenen dat je die lens niet kunt gebruiken op oudere toestellen, waarbij je diafragma niet op de body kunt instellen. En als ik die dan volledig openzet, dan zie je dat dit element iets groter is en dat die volledige opening ook iets groter is. Dus dat betekent dat je op de volledige opening krijg je iets meer licht binnen. Dus voor moeilijke lichtomstandigheden is deze lens beter geschikt. Moet je de ISO-waarde minder verhogen. Maar aan de andere kant is deze lens ook aan de ene kant ja, duurder natuurlijk, maar ook veel zwaarder. Want
dat element is groter, het element daarvoor is groter enzovoort. Al die elementen, glas zijn veel groter en glas weegt natuurlijk ook. Nu, als we die twee vergelijken, deze kost sowieso het dubbele van de prijs. Deze is ook wel van plastic gemaakt, dus dat heeft ook wel deels met gewicht te maken. Maar je ziet hier het veel meer glas in. Je weegt het een pak meer. En daarmee hebben we eigenlijk alle parameters gehad van de... Dus de twee belangrijkste parameters. Bij het kiezen van een lens. Nu, wat is er nog van belang? Dus we hebben de brandpuntsafstand. Maar naast de brandpuntsafstand heb je ook nog bepaalde lenzen die voor een heel specifiek doeleind ontworpen zijn. Dit is bijvoorbeeld een macrolens. En die macrolens maakt het mogelijk om heel dicht op je onderwerp te komen. Waarbij dat je onderwerp enorm uitvergroot wordt. Dus dan werkt dat als een soort van vergrootglas. En dan krijg je bijvoorbeeld van die prachtige foto's van insecten. Vergelijkbaar heb je ook defocus control lenzen, dus DC is dat, waarbij dat je met een aparte ring, dit is ook 105 mm, vergelijkbaar aan dit ontwerp, waarbij dat je met een aparte ring de onscherpte achteraan in beeld kunt gaan wijzigen, beïnvloeden. Nog een voorbeeld van een heel specifieke lens is zijn tilt- en shift lenzen, waarbij dat, als we over groothoeklenzen spreken, als je dan onderaan een kerk staat of een groot gebouw en je fotografeert dat, dan gaan die lijnen naar een punt toe bewegen en met een tilt-shift lens kun je die lijnen terug rechtop zetten. En dat werkt door de lenselementen op zich van elkaar te verschuiven. Dus in die zin. En zo zullen er nog wel heel specifieke lenzen zijn die ik nu niet opgesomd heb. Maar ik denk dat we daarmee wel kunnen afronden. Dus wat het duiden van dit filmpje, naast de merkgebonden eigenschappen en de heel specifieke lenzen, zoals die macrolens, als je op zoek gaat naar lens, vooral op zoek naar een bepaald brandpuntsafstand. Of in het geval van een zoomlens, een aantal brandpuntsafstanden, een bereik. En daarnaast ben je ook op zoek naar een maximale diafragmaopening. Sowieso, bij lenzen, zeker bij Canon en Nikon, kan je stellen hoe meer dat je betaalt, hoe beter ook de kwaliteit van de lens. Dus hoe scherper het beeld is en hoe meer licht dat je binnenkrijgt. Want hoe meer licht dat je binnenkrijgt, betekent een groter maximaal diafragma. Maar ook meer glas en ook duurder om te produceren. Dus ik denk dat je met die parameters op zoek kunt gaan naar uw set van voorkeurlenzen. Ik denk als je bijvoorbeeld een 35 mm lens hebt, een 50 mm lens en een 85 mm lens, dan heb je een betaalbaar bereik waarmee je heel veel kunt doen. Dank u wel.